Overtreders van de COVID-maatregelen kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 10.000 SRD. Dat is een van de mogelijkheden die de wet uitzonderingstoestand biedt aan de politie. Dit zegt politie-inspecteur Richie Akal. De overtreders kunnen ook voor maximaal 24 uur worden aangehouden op een plaats van bewaring. Dat willen wij niet doen, maar als u ons daartoe dwingt, zullen wij maatregelen moeten nemen die u hard zullen treffen, benadrukt Akal. Aan de andere hand zien we dat de wet uitzonderingstoestand COVID-19 ons biedt. En met de nieuwe wet ziet u dat er de mogelijkheid is om een bestuursrechtelijke boete op te leggen, oplopende tot 10.000 SRD bij overtreding van een maatregel of een regel getroffen conform deze wet. En bij recidive dan wel meer dan één keer, als u meer dan één keer deze wet of een regel heeft overtreden, dat zelfs kan worden gekozen voor strafrechtelijke handhaving, waarbij de justitie maximaal 6 maanden hechtenis kan opleggen en boete van de derde categorie. Dat is een boete zoals bekend 25.000 SRD. Dus al bij al heeft de justitie, heeft de politie een aantal instrumenten. Maar natuurlijk vragen wij, ik moet eigenlijk een dringend beroep doen op u namens de korpschef, dat u het de politie niet moeilijk maakt om deze situatie te handhaven. Niet alleen de politie zal harde maatregelen treffen, maar ook het leger. In het oosten van Suriname heerst nog steeds een problematische situatie, zegt Ruben Ramotar van het Nationaal Leger. Hij geeft aan dat mensen die belang hebben aan de Franse kant een kat-en-muisspelletje spelen met de veiligheidsorganen. U krijgt dan met de stroom, dat kat-en-muisspel dat men speelt met ons aan de grens daar, dat er toch nog steeds mensen op en af gaan op de grens. En dat je dan de registraties die je al hebt bij de medische diensten, dat je die op een gegeven moment, als er instromende COVID-gevallen komen, dan is het water naar zee dragen. Ik ga met een voorbeeld duidelijk maken. Als de rivierpatrouilles worden uitgevoerd in de omgeving van Albina, in noordelijke richting naar Eroarte, de communicatie tussen taxihouders, boothouders en de mensen die over willen steken is op een dusdanig hoog niveau dat men gebruik maakt van die waterweg om over te steken op momenten waarop de patrouilleboten niet daar zijn. Een heel mooi voorbeeld, maar zo, dit heb ik in mei meegemaakt. Ruben Ramotar van het Nationaal Leger. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. De politie en het leger zullen hard optreden tegen overtreders van de COVID-maatregelen.